Niet forceren. Luister, als jij naar de wc gaat voor nummer 2. Ha, maar nummer 2 is nog niet helemaal klaar. Maar je hebt zoiets van, nou, ik duw hem wel even eruit. En je bent een drukken. Aan bij. Dat komt omdat je hebt geforceerd. Het was nog niet de tijd, maar jij vond van wel. Dus wat ging je doen? Forceren. Niet forceren. Op geen enkel vlak van je leven. Niet bij vriendschappen. Luister, als jij alleen vrienden hebt die je kan bellen als er iets te vieren valt. En je hebt geen vrienden die je kan bellen als je in de put zit, had jij de verkeerde vrienden. En hoe eerder je daarachter komt, hoe beter. En hoe eerder je ze de deur uitschopt, hoe beter. Niks forceren, ook in relaties niet. Schat about, als hij je alleen maar verdriet aandoet, als hij er alleen maar voor zorgt dat je constant aan het huilen bent, dan heb je geen relatie met een mens, dan heb je een relatie met een ui. Ja, hij hoort je poes nat te maken, niet je ogen. En broeder, van jou precies hetzelfde. Als je elke dag aan je kop ligt te zeuren voor de meest kleine dingetjes, kan jij ook niks aan doen, je bent zo geschapen. Ditch die shit, man. Zorg je penis hard te maken, niet je leven. En je moet niet blijven trekken naar een dood paard. Ik zeg altijd, geef niet te snel op, maar hou ook niet te lang vol. Ik heb toch die baby's dat ze een vierkant blok hebben en dan proberen ze die vierkant blok in een rond gaatje te duwen. En dat gaat niet. En maar duwen, maar het past niet. En als het niet past, dan moet je harder duwen. Nee, dan moet je het loslaten. Weet je, je moet een beetje flowen. In de Chinese filosofie noemen we dat wu wei. Letterlijke vertaling betekent niet doen, maar dat is niet echt een goede vertaling. Dat is eigenlijk niet forceren. Zodra je op weerstand stuit, dan probeert die weerstand je misschien wel iets te vertellen. Kijk wat het obstakel je probeert te vertellen en change directions. Niet forceren, je moet vloeien. En zodra het vloeit, dan heb je diarree. Ja.